zijn richting de toekomst. En daar speelt het passiefhuis denk ik een heel belangrijke rol in. Straks bij de excursies kunnen jullie ook zien dat het daadwerkelijk uitgevoerd wordt. En dat het daadwerkelijk ook wat op kan leveren. In de zin van lagere energielasten en beter wooncomfort. Dat is de rekensom. Dat is de voorwaarde waaraan een passiefhuis moet voldoen. 1,5 kuub gas per vierkante meter per jaar is in wezen nodig voor ruimtevorming. Meer niet. Het is de proefwoning van complex 505. Die, zoals je ziet, is die nog niet helemaal klaar. Wat we hier gedaan hebben, is in de grote lijnen het buitenblad is er helemaal afgegaan. Daar is een houtskelet omheen gezet, met daarin meteen de isolatie opgenomen. Het dak is er volledig afgegaan en daar zijn nieuwe dakdozen opgegaan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de woning aan de buitenzijde helemaal bekleed wordt met leien. We hebben hier voor onszelf eigenlijk een proef opgezet om eens even te kijken hoe dat het met kleuren gaat. Nou, wat maakt deze ruimte nou zo bijzonder? We zien hier een warmte-terugwindunit. Daarmee wordt de ventilatie in de woning geregeld. Er wordt verse buitenlucht van buiten gehaald. Die wordt middels een warmte-terugwindunit naar binnen verwarmd. En met de ventilatielucht wordt de woning verwarmd. Op het dak ligt 4 vierkante meter zonnepaneel. En hiermee haal je je warm tapwater naar je zonneboiler. De energieprijzen gaan zakken met 65 euro per maand. En dat staat gelijk met de huursverhoging voor de woningen. Dus ze gaan 65 euro minder betalen aan gasverbruik. En dat compenseert met de huur. Aramis heeft dus de garantie inderdaad afgegeven dat de woonlasten, hè, dat zijn dus de energiekosten en de huur, bij elkaar opgeteld, dat dat niet meer zal worden. Nee, dus u moet die 65 euro gewoon terugverdienen in de energiekost. Lukt dat niet, dan wordt daar bijgesprongen door Aramis alleen wonen. 70% van de bewoners moet het eens zijn met deze renovatie. Als we die niet halen, gaat de renovatie niet door. Dat je 70% het ja gezegd en dat houdt in dat je de 30% die kan niet weigeren. Die moet automatisch mee. Die moet ook gewoon iedereen binnenlaten om die renovatie toe te passen. Hier hebben ze een extra isolatiepakket van ongeveer 25 centimeter gewoon tegen het buitenblad aangeplakt. Dus de hele buitenschil zoals die was, die blijft behouden. Dan gaan ze één dag, halen ze aan de voorkant van twee woningen, halen ze alle kozijnen eruit. En dezelfde dag zetten ze nog alle nieuwe kozijnen erin. Uiteindelijk is het dan zo, net als in die andere woning, dat de oude ventilatielucht de nieuwe ventilatielucht opwarmt. Maar de mensen moeten er allemaal uit natuurlijk. De mensen blijven erin. In? Tijdens de hele verbouwing blijven mensen in de woning wonen. Hoe lang hebben die mensen de overlast? Nou, gevelisolatie neemt heel lang in beslag, maar dan zijn die mensen niet binnen. De echte binnenwerkzaamheden in zo'n blok als dit, is ongeveer 8 dagen dat ze echt binnen zijn. Wij zijn toen met die architect uit Duitsland geweest, ja, speciaal om te kijken. En hebben we dit gezien en hier hebben we ja tegen gezegd. Maar daar hebben ze een andere architect, die vond het dan weer voor variatie om het af te werken bij lijsten. Ja, ja. Voor de rest van de linkerkant, dan zie je daar allemaal nieuwbouw staan. Nou, daar hebben dus vroeger ook deze woningen gestaan. De woningen waar ik tegenaan kijk, die zijn gerenoveerd. Tussen 1965 en 1970 gebouwd zijn. Was het een zware klus om dit allemaal... Het is een behoorlijke zware klus, want als ik dat pak ik over heel de wijk, dan kwamen ze gewoon... Het is eigenlijk begonnen met de gemeente, die zegt, we willen hier iets in die wijk doen. En die wilden een hoop slopen en dan zijn de bewoners op tegengekomen. Ze zeggen, luister eens, dat willen we niet. Niet alles slopen, dus er moet een renovatie komen. Nou, dat kon op twee manieren. Een eenvoudige renovatie voor 10 jaar. En dat wilden wij ook niet. Ja, als je renoveert, doe het op een verzoenlijke manier. Sommige woningen zijn ook erkers aangebouwd, zoals je ziet. Dat is ook niet standaard. Oh ja, op de voordeur. Ja. De uitstraling is hier fantastisch. En hierdoor krijg je dus ook een meer gemengde bevolking. Dus ik denk dat het straks ook de leefbaarheid heel erg omhoog gaat op deze manier. Bent u tevreden?
Nog niet helemaal. Duurt zo lang. Nee, oké, okay, nee, maar dat kan ook niet. Kijk, dus wel in goed overleg toch behoorlijk wat dingen voor elkaar kunnen krijgen. Ja, we staan hier zeg maar in de Beetslaan. En u ziet hier zeg maar drie woningen op koppen van bestaande bouwblokken. Dat was voorheen plantsoengrond. Oorspronkelijk ontwikkeld met thema zonne-energie. Omdat bij passief bouwen en renoveren de zon een hele belangrijke speler is. Geïsoleerd betekent de wanden, zeg maar, zoals u er hier tegenaan kijkt, daar zit 36 centimeter isolatiemateriaal in. Vervolgens is er aan de binnenkant een luchtdichte laag tegenaan gemaakt. Die installatie bestaat uit het volgende, een grote boiler. Die boiler wordt, het water in die boiler wordt verwarmd door de zon. Dus op deze woning staan twee zonnepanelen op het dak. De ventilatielucht die je nodig hebt in zo'n huis, die komt daar uit dat soort ronde ventielen. Die zitten in elke ruimte. En daar komt nu lucht uit die niet verwarmd is. Maar als het nodig is, in de winter, komt daar lucht uit die wel verwarmd is. Als de zon nou eens een keer niet schijnt en de boiler dus niet wordt verwarmd door de zon, dan zit er een kleine cv-ketel bij in die ervoor zorgt dat die boiler altijd op temperatuur is. Kun je dus hier zien dat het dus een hele dikke constructie is. Deze dikte. In principe zouden die woningen 600 kuub gas moeten verbruiken. Dus hoe vertaalt u dat per maand? Ja, na de 45, 50 euro in de maand. En daarnaast heb je nog het gasverbruik voor warm water en het elektraverbruik in de woning. Welke tip zouden jullie hier de mensen in de zaal mee willen geven? Van neem dat mee naar huis en denk daar vooral aan. Dat is echt het meest belangrijke. Zorg dat er hele goede afspraken zijn gemaakt, want anders kom je geen stap vinden. Dan loop je constant tegen de muur. Nou, als het gaat over het advies meegeven, ik heb toch het idee, en dat ligt aan ons, we hadden beter alle plannen precies op papier moeten zetten met een tijdtabel erbij. En dan bij wijze van spreken zeggen, nou hier zijn we nog bezig, we gaan niet verder voordat we dit weten. En dan vind ik dat er op elke vergadering een beslisser bij zou moeten zitten, dat je niet elke keer hoeft te wachten van ja, maar dan moet ik weer mee weg. Zorg dat je met iemand aan tafel zit die het mandaat heeft om beslissingen te nemen. Dat we spoedig de boel aanwezig. Dank u wel.